Tarek zei net, ja, luister, hij zegt op een filmpje ja, zit Lucas er. En hij meldt zich aan met een filmpje om met Genie te ontmoeten en waarschijnlijk naar bed te gaan. Dat is natuurlijk gewoon wel overwogen en met consent. Zo ziet het er in de film ook uit, overigens. Hij heeft ook nog een keer een brief geschreven tot zijn brief aan zijn backers en achterban. Zo van, ik ga een mooi project beginnen met Kirak. Daar was hij heel trots op. Dus het lijkt er wel op dat hij wist wat hij aan begon. Hè? Maar op een gegeven moment zegt hij in de film, en dat snijden jullie er ook echt in. Hè? Nee, ik wil dit niet meer. Ik wil het niet, ik trek mijn toestemming in. Hè? Ja. En waarom doen jullie dat dan toch? Hè? Dus Kate zei net, ja, dat doen wij omdat we hem aan zijn integriteit als filosoof willen houden. Waarom denk jij dat we dat doen? Nou, ik heb er allerlei ideeën over, maar ik wil het eerst van jou weten en dan geef ik gelijk een munt terug. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik denk dat Kate al een heleboel goede antwoorden heeft gegeven in het NRC-artikel. Anders hebben we geen film. Het gaat hier over dat iemand zijn toestemming terugtrekt. Dat gaat erover. Mm-hmm. Ik zie eigenlijk geen enkele reden om er wel mee te stoppen. Je zou eigenlijk niet weten waarom je zou moeten stoppen. Ik denk ook wel eens van, waar ben ik aan begonnen? Ja, denk je dat wel? Welke momenten denk je dat? Nee, ik wilde zeggen nu, maar dat is flauw. Nee, maar gewoon dat heb je wel eens, weet je wel? Dat je denkt, ja, maar ja, dan trek ik niet mijn toestemming in. Dat vind ik laf. Oh, oké. Okay. Ik ben er trots voor. Ja, oké, okay. Ja. Dus je het kan ook helemaal niet. Je kunt je toestemming niet intrekken. Dus het is, je kunt dat wel zeggen en Sid kan heel veel zeggen. Mm-hmm. Maar dat kan niet, want je geeft toestemming en dan kun je achteraf spijt hebben. Dat kan. Mm-hmm. Maar je kunt niet je toestemming intrekken. Mm-hmm. Waarom niet? Omdat dat niet zo werkt. Als je zegt, we gaan deze film maken en we gaan het helemaal doen en we gaan het uitzenden en we gaan een Kirak maken. Mm-hmm. En dat is heel duidelijk wat wij doen. Mm-hmm. Dat komt in de film. Dan kun je niet achteraf zeggen dat doen. Je kunt net zoals nadat je met iemand naar bed bent gegaan, niet zeggen, ja, we gaan nu niet meer met elkaar naar bed of het is niet gebeurd of zo. Het is wel gebeurd. Ja. Het is gewoon gebeurd en ik heb het gefilmd en ik maak films over de werkelijkheid. Dus let's go. Ja, ik vind het heel interessant dat je zegt, ik zou niet weten waarom ik het niet zou moeten doen. Dus je zou geen goede reden kunnen bedenken. Maar niet kun jij die dan wel bedenken? Nou, ik heb hem nog niet gehoord van andere mensen. Ik maak die films niet, hè? Nee, maar je vraagt me wel, waarom kun je geen reden bedenken? Nou, dan zeg ik echt nee. Ik zie geen enkele reden om dan zo'n film te stoppen. Nee. Gewoon nul. Oké. Okay. Het feit dat hij vernederd wordt, hè, vindt dat hij vernederd is. Ja, maar dat hoort bij het leven. Dat die geestelijke pijn heeft, dat jouw leven, vernedering? Ik word ook wel eens vernederd, ja. Ja, ja. Is dat een reden om het andere aan te doen? Ik heb het niet het gevoel dat ik dat hem aan heb gedaan. Dat heeft Genie gedaan. Nee, ik wil niet flauw doen, maar nee, ik geloof niet dat ik hem dat aandoe. Ik denk dat hij zich met zijn filosofie opzet voor vernedering. Zodat hij in die slachtofferrol kan gaan hangen, naar mama kan rennen. En die mama, die is dan niet, die is er dan niet echt. Maar dat is Kate. Maar dat is Kate, maar dat ben ik. Dat is Paul Cliteur. Dat ben jij misschien als hij je belt, als hij je zou bellen. Dat is de wereld. Daar gaat zijn filosofie over. Zijn filosofie gaat over dat hij wil aanvaard worden. Of het nou door Genie's lichaam is, of door mij. En hij wil gewoon dat alles gebeurt op zijn manier. En ik vind het prima dat hij erover schrijft. Maar dat gaan we niet doen in mijn project. Ja. Oké. Okay. Maar ik vind het wel vrij ernstig dat je dat grapje wat je net maakte. Ik heb niet van, het heeft Genie gedaan. Nee, dat was echt dus een grapje. Je maakt Genie tot dader en jij blijft buiten schot. Ja, maar dat komt omdat jij mij zei toen we het eerste gesprek hadden over deze film. Ik heb het gevoel dat hier misbruik wordt gemaakt van mensen. Dus ik refereer nog even daaraan. Okay. Want volgens mij heb ik een hele goede band met Genie en ik heb niet het gevoel dat ik haar misbruik. Maar ik snap natuurlijk wel dat we met dat soort dingen spelen in de film, omdat dat spannend is. Maar de film is is geen documentaire? Ja, het is zeker een document van wat wij doen. En de edit is een document van hoe ik de wereld zie. Maar het is niet een documentaire als in ik ambieer om een objectieve werkelijkheid weer te geven. Nee. Zo. Maar jij zegt, ja, ik heb niet het idee dat ik hem verneder of zo. Maar aan de andere kant, je zegt, ja, hij wordt geslachtofferd, zei je in het NRC ook. Ja, maar dat komt omdat Tristan dan, die wil dat ook van mij horen. Want hij werkt bij het NRC en hij is gefascineerd door mij. Maar hij vindt het ook moreel moeilijk. En hij vraagt zich af of hij die film wel moet zien en hoe hij zich moet verhouden. Dus ik geef hem gewoon die Napoleon, zodat hij mij dan daarmee kan zien. Dat die Napoleon is het citaat waarmee hij afsluit. Min of meer van Napoleon, ja. Die ging over honderdduizenden lijken. En ik ga over één en dat is dan te veel. Kijk, hij wordt niet. Kijk, ja, jullie gaan de film nog zien. Maar vernedering, dat is. Ja, ik heb ook wel eens vernederingen gezien op beeld. En ook wel in het echt. Maar ik vind dit niet echt een vernedering. Ik vind het meer.
Ja, nee. Maar ik zie het niet als vernedering. Je moet me eerst zeggen waarom hij vernederd wordt. Nou, hij voelt het heel erg als vernederend. Ja. En ik denk dat bijna iedereen die het ziet zo ongelooflijk tenen krullend vindt. En toch dat de eerste reactie is toch wel, ja, er wordt... ik denk dat de meeste mensen zullen denken dat daar iemand vernederd wordt. Ja, dat kan. Ja, omdat dat de reactie is van de meeste mensen. Maar dat is toch geen argument? Nee, dat hoeft geen argument te zijn. Ik zeg alleen, veel mensen denken dat. Ja, ik zie dat niet zo. Maar jij zegt zelf, ik vind wel, met een streepje op de E, wel, dat je dingen, dat is een streepje overigens van de NRC, natuurlijk niet van jou, dat je dingen mag offeren voor het kunstwerk. Ook Sint Lucassen. Ja, dat vind ik wel. Nou. Maar wat offer jij dan? Kijk, ik weet dat dus niet. Ik vind niet dat hij vernederd wordt. Als iemand naar mij toe komt en heel... jij gaat misschien ook nu nog een kwartier door en zegt... hij is geofferd, hij is vernederd. Ja, ja. Op een gegeven moment zeg ik dan, roep ik dan uit... ik mag ook mensen offeren. Ja. Ja, ik weet niet waar je het over hebt. Ik vind niet dat hij vernederd wordt. Oké. Okay. Maar als jij zegt, kijk, ik mag mensen offeren... wat offer jij dan? Jij offert helemaal niks. Ik bedoel, die man wordt geofferd. Dat is een slachtoffer. Iets anders dan een offer. Als hij zegt, ik trek mijn toestemming in. Zijn verwachting is dat als hij zegt, ik trek mijn toestemming in, dat het dan ook gebeurt. En op dat moment wordt dus zijn soort van agency geofferd. Dat wordt geofferd. Oké. Maar ja, we kunnen ook Kate inzetten, die is veel beter in dit soort dingen. Ja, dat is heel goed wat zij er allemaal over zegt, net zeker. Maar jullie zijn ook met z'n allen dat ding aan het maken. Nee, dus maar er is natuurlijk een verschil tussen de mens zit en zijn imago. En ik bedoel... kijk, ik ga niet in die quagmire zitten. En als hij daar een soort soep van wil maken... van ons de ene keer huilend opbellen... en dan toch weer door willen met de film en dan weer niet... dan zeg ik gewoon, weet je wat, we offeren hem gewoon. Het is ook een beetje... het is ook een beetje ja, het is ook een vermoeide uitspraak bijna, snap je? Ik vind het zo gezeur. Nee, dat snap ik eigenlijk niet helemaal. Want, nee. Want je besteedt erg veel tijd en moeite aan het maken van die film... en het laten zien van bepaalde dingen die er gebeuren als je bepaalde ingrediënten bij elkaar gooit. Nou, ik wil niet de indruk wekken dat ik om de vraag heen draai, maar ik zit veel meer naar de schoonheid te kijken. Kijk, ik ben al jaren met Genie aan het werken. Ja. En op een gegeven moment begon ze haar vorm te vinden, wat Genie is op camera als performance. En ik zag dat daar gewoon gebeuren met die sit en dat zij die sit nodig had om Genie Jane te worden. En ik zag Tarek veel meer vanuit een soort routine zijn spel doen. Ik was veel meer aan het kijken naar die... naar die mensen daaromheen. En ik zag Sid veel meer als een soort prop. En ik weet dat dit niet goed klinkt. Voor die figuren. Maar ja. Ik vind dat ook, mensen mogen ook prop zijn. Hè? Ja. Dat is soms zo in het leven. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk veel meer daarmee bezig. Ja. Ja. Ik probeer je echt niet te ontwijken, hoor. Nee, ik heb niet de indruk dat je probeert te ontwijken. Want je geeft ook niet hele wenselijke antwoorden. Alleen maar zo je geloof of je het tracht te ontwijken. Maar, ja. Maar je hebt op zich niet het gevoel dus dat je mag mensen ook gewoon gebruiken, vind je? Kijk, ik weet niet wat gebruiken is. Ik bedoel, City wilde op camera met Genie naar bed en die zag daar iets in. En ik denk dat hij heel blij met de film was geweest als hij haar lekker had geneukt op die film. Mm-hmm. En dat was helemaal top geweest. Maar dat is niet gebeurd. Nou ja, dat hoort ook bij het leven, dat soms dat je niet erop mag, weet je wel. Dus ja. En Kate heeft dat net mooier gezegd dan ik. Zijn filosofie gaat daarover, over afgewezen worden. Dus zijn grootste wens en tegelijkertijd zijn grote angst, zoals die dingen altijd samengaan, die komen eruit. In die zin is het heel klassiek wat er gebeurt. Nou, zijn filosofie gaat, als ik het lees, maar ik vind het soms wat warrig, maar ik heb wel filosofie gedacht te studeren, gaat het ook heel erg over gedwongen distributie van vrouwelijke seksualiteit aan mannen die niet aan bod komen. Ik vind dat niet zo'n probleem. Ik denk misschien is het maatschappelijk gevaarlijk of zo, maar ik denk dat dat meer een uitkomst is van zijn dat filosofische essentie. Nee, ik neem dat niet zo serieus. Oké. Okay. Mm-hmm. Als ik dat lees, denk ik, jij bedoelt eigenlijk iets anders. Je bent heel bang om afgewezen te worden. Dus bedenk je een overheid die het voor jou gaat oplossen. Kijk, het zou natuurlijk niet goed zijn als die overheid zou komen en vrouwen gaat toewijzen aan Sid. Dat zeg ik hier helemaal niet. Maar ik denk ook niet dat het zo'n vaart gaat lopen. Dus ik... Nou ja, kijk. Dus ik word niet heel bang als ik die stukken lees. Ik denk gewoon, ja, Sid is wel een interessant figuur. Want ik denk dat er meer mannen met afwijzing zitten. Ik ben ook wel eens afgewezen. Dus laten we nou zeggen dat hij de god van de afwijzing is. En ik één keer in mijn leven afgewezen ben. Dan nog kan ik met hem empathiseren wanneer hij afgewezen wordt. Maar hij is ook de propagandist van de gedwongen distributie van vrouwelijke seksualiteit over mannen die niet aan bod komen. Ja, maar dat is voor mij is dat alleen maar aas voor linkse journalisten. Aas?
Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, omdat ik helemaal geen gevaar zie in Sint-Lucassen als filosoof. En jij daar nu wel heen wil. Nou, nee, ik zeg niet dat we dat serieus moeten nemen of niet. Maar goed, er waren ook in de geschiedenis een aantal mensen met enorme seksuele frustraties die wel eng werden. Hè. En hij was wel bijvoorbeeld een ideoloog voor het Forum voor Democratie. En daar verwijzen jullie ook naar in die film. Ja. En zeggen, hoe dichtbij is hij bij de Big B? Hè, zegt Tarek. Ja, maar dat gaat niet. Wie is de Big B? Dat is maar Baudet. Wij zouden natuurlijk het liefst een Hitler of een Baudet meesleuren. Maar we krijgen alleen maar Sid. En daar doen we het nu mee. En ik denk trouwens niet dat Baudet Hitler is, hè? Even voor de duidelijkheid. Maar, Ja, je moet er tegenwoordig alles bij zeggen. Dat is heel verstandig dat je dat doet. Maar, maar kijk, je zegt ook hè, bij Michiel Liewma in zijn podcast, eindeloos podcast, hè, zeg je ook... Ja, duurt lang, hè, die podcast. Hier is hij... Michiel moet korter, waar zit je? Hier is hij, dit is de fascist, wat kunnen we er allemaal mee doen? Hoe kunnen we hem gebruiken voor de kunst? Hoe kunnen we iets moois van hem maken? Hoe kunnen we iets doen met alles wat hij... waar hij aanspraak op doet, seksualiteit, vrouwen. Hier is hij, de fascist. Ja, dat is die aas. Dus ik dacht wel, ik heb nu 9 films gemaakt... die gaan over kunst, over abstractie, over perceptie... over Philip van den Hurk, over mijn relatie tot mecenas... over van alles en nog wat. Mm-hmm. En hij heeft geen kranten over geschreven. De enige die er aandacht aan heeft besteed, ben jij. En ik dacht, als Sint-Lucassen belt, let's go. Weet je wel? Ja. Dus nu weten er iets meer mensen wat Kirak is. Ja, dus het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt, ja. Ja. Maar het opvallende is dat dus nu pas jij die aandacht krijgt voor je werk. Of jullie hè, als collectief je aandacht krijgt voor het werk. Nadat je dus toch wel ja, wat sommige mensen zeggen als wraakporno of geweldsporno met Sint-Lucassen hebt gedaan. Ja, maar dat is echt onzin. Het is echt geen wraakporno. Wraakporno is dat je samen een leuk filmpje... Nou, dat hoef ik je niet uitleggen, toch? Dat het echt een onzinbegrip is. Moet het wel even doen, want ik vind het wel ver gaan, hoor. Oké, nou, waarom gaat het ver? Nou, wraakporno is als Kate en ik samen een sexy filmpje opnemen. Het gaat uit en dat dump ik dan om haar te wraken. Mm-hmm. Sid is hier een set opgelopen. Weet je wel? Ja, sorry hoor. Ja, hij heeft zich aangemeld met een videootje, absoluut. Ja. Dus het is maar, geen wraakporno. Ja, gewoon nee, no fucking way. Maar, die gaan we er gewoon niet in doen. We hebben wel met allerlei mensen contact gezocht over Sid. En gooit hij zich nou van de rotsen af in Kroatië of ja of nee? Nou, ondertussen blijkt dat hij inderdaad weer volop stukken schrijft. En kracht genoeg heeft om advocatenbrieven rond te sturen enzovoort. Dus het valt wel mee. Blijkt ook uit het laatste stuk. Dat hebben we met Kate behandeld. Maar goed, jullie hebben hem volgens hem en zijn vrienden wel gedwongen om verder mee te werken. Want anders zou het erger worden wat jullie met hem in de film zouden doen. Ach, houd toch op zeg. Dat is toch chantage? Nee, maar dat hebben we niet gedaan. Hebben we niet gedaan? Nee, natuurlijk niet. Je hebt niet tegen hem gezegd, joh, kom nou terug, anders snijden we hem zo dat hij veel erger voor je is. Nee, joh. Nee, is toch helemaal niet interessant? Kijk, ook stom verbaasd, maar dat hebben we niet gedaan. Nee, nou, natuurlijk niet. Dat is wat hij beweert natuurlijk. Ja, maar kijk, ik snap wel, hij maakt bewegingen nu om iets te redden. Ik denk dat het niet een slimme zet is, want we hebben gewoon al die footage. En, nou, anyway, dus het is niet waar. Ik ga ook verder dat niet nog verder verdedigen. Ik denk dat hij voelt zich als een kat in het nauw. Mm-hmm. Dus ik neem hem dat ook niet kwalijk, maar dat is niet waar. Nee, vind je niet. Je hebt niet gedreigd. Tuurlijk niet. Nee, toen jij heel even dacht dat we krijgen post. Nou, Milo's audio werkt niet. Hij heeft technische problemen, dus kan niet zijn bijdrage doen. Ik zag hem daar net en zo, geloof dat hij dat echt jammer vindt. Maar het is wel heel opvallend. Echt jammer dat Milo Rauw, echt jammer. Het spijt me enorm. Wij hadden ons daar erg op verheugd. Ik denk hij ook en jullie ook. Maar goed om te weten. hij heeft technische problemen. Vind ik wel een niet helemaal onbelangrijk detail. Goed. maar er wordt... dus je zegt nee, dat... Maar goed, ik bedoel, dreigen is jou niet helemaal vreemd. Je stuurde mij een sms toen je dacht dat ik dit niet door liet gaan. Dat je vechtend uit de hoek zou komen dat jij nog niet klaar met me was enzovoort. Nee, ik heb niet gezegd dat ik niet klaar met je was. Ik heb dreigen gezegd... is niet een stijlfiguur die je nooit gebruikt. Je mag het van mij best dreigen noemen, maar wat ik jou heb gezegd is dat als je mij cancelt... dan ga ik dat niet zomaar laten gebeuren. Dan ga ik natuurlijk al mijn middelen die tot mijn beschikking zijn... gebruiken om daar een fantastisch spektakel van te maken. Oké. Okay. Maar dat zal ik... Dat is geen dreiging. Hè? En dat was geen dreiging? Ik weet niet of... Ja, je mag het van mij noemen wat je wil... maar dat heb ik jou gezegd. Ik heb niet gezegd... Okay. Als jij nu niet op Genie gaat liggen... dan ga ik jou heel vreed knippen. Dat vind ik echt wel iets heel anders. Ik ben gewoon eigenlijk eerlijk met jou geweest... over hoe ik toen de zaken voor me zag. Ja, oké. Okay, maar...
We hebben tegen Sid gezegd, het is onverstandig om er gewoon uit te stappen. Want als jij onderdeel blijft van het proces, dan kun je invloed uitoefenen op het proces. Dus zo werkt dat. Mm-hmm. Dus Jeannie bijvoorbeeld, die kan nog terugkomen, die kan zichzelf zien, die kan zeggen, zullen we dit nog opnemen? Of dat nog? Of ik wil deze reflectie er nog op doen. Mm-hmm. Ik kan dat ook. Steven, en dat kan Sid ook. Maar als Sid dat niet doet, mm-hmm. dan kan hij dus niet op zichzelf reflecteren, waardoor hij zelf sterker of meer invloed heeft. Hij komt er wel sterker uit en hij heeft meer invloed op hoe de film eruit ziet. Oh ja, okay. Dus dat is gewoon een advies geweest. Dat is een welgemeend advies aan het zitten. Ja. Oké. Mm-hmm. Dat vatte hij op als dreigen. Nou ja, je ziet, er is wel een patroon in mijn films, dat als je ziet dat mensen die langer bij ons blijven, dat die er over het algemeen heel rooskleurig van afkomen. Dat is wel iets, ja. Misschien moet ik daarover nadenken wat dat is. Ja, nou, dat is ook interessant. Ja, ja, dus laat een lange film over jezelf maken. Of een aantal films. Ja, laat me 2 weken in je huis of zo, dan krijg je een Stefan Simkovits film. Dan wordt het een liefdesverklaring. Dit lijkt me een advies aan Aanderweg. Die, nog wel wat, ja, ja, ik denk het wel. Ja, goed. Ik denk het wel. Ja. Maar toch nog wat, even wat verder. Hè? Want we hadden het in het voorgesprek ook over het feit dat jullie Sid Lucassen serieus nemen. Hè? Als filosoof. Dat zei Kate ook net. Hè? Dus er zijn aspecten aan zijn filosofie die je serieus neemt. Ja, absoluut. En daar ga je op in. Dus hij gaat in op dat filosofische experiment wat jullie met hem doen, door te vragen of hij naar bed wil met een linkse vrouw. En het afwijzen en het niet afwijzen. En het machtsspel tussen man en vrouw. En dat soort dingen. Je gaat daar op in. Maar dat doen jullie met het... En dat ontmasker, dat stel je bloot. Peter Sloterdijk werd erbij gehaald. Hè? Ja, je kan met de burgerlijke moraal kan je fascisme niet bestrijden. Ja, absoluut. Jij zegt, hier is hij, de fascist. Hè? En wat kunnen we allemaal met hem doen? Nou, volgens mij doe je nu 2 dingen in die vraag. Maar ik wil eigenlijk op het eerste ingaan. Aan de ene kant kun je zeggen, ik neem die teksten van Sid niet serieus, want die zijn heel slecht filosofisch. Maar je neemt hem toch serieus als filosoof. Maar misschien moet ik dan een analogie gebruiken. Ik neem de teksten van en de kunst van Tinkerbell ook niet serieus. Maar ik denk wel dat zij een integer kunstenares is die echt vanuit een oerdrive die dingen maakt. Dus ik vind die kunst slecht en onzin. Maar ik denk wel dat ik een hele goede film over haar zou kunnen maken. Waarin er eigenlijk meer naar buiten komt dan zij zelf. Dus je neemt een slechte... Misschien geldt dat ook wel voor Linda Duits. Dat zou kunnen. Dat als je even met mij aan de slag gaat... Maar je neemt een slechte filosoof. Neem je zo serieus? Met een oprechte... Kijk, er zijn ook slechte filosofen die gewoon helemaal geen drive hebben, niet interessant zijn, geen denkfouten maken die gebaseerd zijn op diepe passies. En dat zie ik allemaal bij Sid. Ik zie echt iemand die vanuit het diepst van zichzelf filosofeert. En dat vind ik mooi. Daar hou ik van. Nee, grapje. Ja, maar je laat dingen... Ja, het is altijd makkelijk om een grapje ertussen door te gooien. Nee, ik meen het serieus, maar dat klonk als... daar hou ik van, als een soort contactadvertentie of zo. Maar daarom zei ik grapje. Maar ik bedoel het heel erg serieus. Oké, maar je neemt... Het serieus, het is een slechte filosoof, maar je hem toch serieus. Overigens denk ik dat er allerlei aanleiding is om je wel zorgen te maken over iemand die het Europarlement-fractie van Forum voor Democratie adviseert en de essayprijs wint van Baudet en seksuele ideeën heeft over de ordening van de maatschappij die je op zijn minst bedreigend zou kunnen noemen. Daar haal je Anderweg bij. Hè? Dus je breekt een lans... Letterlijk voor geweldscultuur in maar de seksualiteit. Nu gaan we hoppen hè, naar Anderweg. Maar even moet ik even opletten. Wat gebeurt er nou? Dus ik breek een lans voor geweldscultuur. Je brengt die symbolen bij elkaar. En je zegt, we uncancelen deze verkrachter. We doen dat in het verband met een filosoof. Ja, die boeken en stukken schrijft. Ik kan Anderweg helemaal niet uncancelen. Dat weet jij toch ook? Nee, maar je doet een poging. Ik kan dat toch helemaal niet. Ik kan dat wel roepen, maar iedereen snapt toch dat dat niet zo is. Ik bedoel, een cancel is als hij morgen weer zijn galerie terug heeft en weer en verdient wat hij eerst verdient. En een miljonair wordt in plaats van dat hij huisschilder is op het moment. Hè? Maar dat neemt. Ja, zo moet je dat helemaal niet zien. Ah, hoe moet ik het dan zien? Nou, niet zo letterlijk. Maar? Wat ik eigenlijk wil zeggen is, wij gaan met hem aan het werk. En volgens mij was dat hartstikke mooi. Dat shot op dat paard was geweldig. Ik heb nog nooit zo'n heerlijke zinderende stilte gehoord op een opening. Dat was mooi. Ik heb ook wel een warm plekje in mijn hart voor Anderweg. Ik denk dat ik dat moet koesteren. Ik denk dat ik vanuit die menselijkheid die film moet maken. Dat zijn allemaal dingen waar ik op let als ik bezig ben. En als ik dan zeg, ik cancel hem, dat is ook een soort... Ja, dat is een soort...
je moet jezelf engageren met je onderwerp. Vanuit een warm plekje in je hart moet je een film maken over anderen. Ik denk het wel, maar dat heb ik ook met Zit gedaan. Okay. En met Synchrofiets. En met wie ik ook werk, dat doe ik dat. Okay. Want anders kun je onderwerp niet begrijpen. Ik maak een soort gonzo films, dus ik ga erin. Je gaat erin en je brengt ze om. Nou, helemaal niet altijd. Soms gebeurt dat. Soms hebben ze het gevoel dat het is gebeurd. Ik denk dat Zit over 2 weken ook weer gewoon lekker een biertje komt drinken met ons. Dus ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik heb zo vaak gehad dat mensen mij jankend, krijzend opbelden. Alsjeblieft doe het niet. En dan was het altijd 2 weken later weer helemaal goed. Dat is gebeurd met Amanda van Hesteren na aflevering 2. Siemkevits heeft met rechtszaken gedreigd. Philip was ook een beetje boos toen 16 uit ging komen. Ik heb daar wel ervaring mee. Dus ik kan dat ook wel een beetje... Ik denk dat het goed is als die film gewoon nu uitkomt en dat Zit weer kan kalibreren. Mm-hmm. Oké, okay. Maar in die context van dat Gesamtkunstwerk wat je maakt, hè, die opeenschakeling, en ik zeg je, maar ik bedoel jullie, hè, ja. Maar ik praat nu met jou. Waar het op een of het ander voortkomt, zijn jullie nu dus in de volgende fase dat je al aan het draaien bent over Anderweg. Anderweg gekoppeld aan deze film die we zo gaan zien. Hè. En daar is één van de rationalisaties of verklaringen of uitleg van... met Peter Sloterdijk geloven wij dat je het serieus moet nemen en dan pas kan ontmaskeren. Niet met de burgerlijke moraal, maar dan pas kan laten zien. Nou, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat het een feit is dat als je echt iets tegen fascisme wil doen... dat je dat niet moet doen vanuit een soort moral high ground. Daar ben ik het absoluut mee eens dat de strijd tegen fascisme steriel maakt. Oké, okay, maar is het dan niet zo dat je wie een pek omgaat met een pek besmeurd wordt? Je kan fascisme toch niet bestrijden met fascisme? Nee, maar dat is precies wat er dus gebeurt. Hè. Dus je hebt, ik wilde Zit Lucas helemaal niet pek noemen, hè, maar dat noem jij nu pek. Maar wat in ieder geval zo is, is dat... Maar jij noemde een fascist, dus ik ga even door op die... Nee, maar dat was, ik doe een soort quote. Het was een podcast, ik kon niet dit erbij doen. Maar... degene die iedereen een fascist noemt. Ja, dat bedoel degene ik. Degene die door iedereen fascist genoemd wordt. Ja, ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, maar ik vind het een beetje gek dat ik dit allemaal moet uitleggen. Maar die... waar waren we ook alweer? Nou... Oh ja. Ik noem een pek. Laten we zeggen dat... Oké, okay, het kwaad van Zit... Mm-hmm. Het kwaad waarmee ik Zit... het kwaad bestrijd is niet hetzelfde type kwaad. Het is echt heel anders. Maar... In die soort van morele quagmire wil iedereen dat wel gelijk aan elkaar schakelen. Maar die Zit-film, die jullie zo gaan zien, is natuurlijk eindeloos veel geraffineerder en genuanceerder en maffer in de manier waarop hij zichzelf ook belachelijk durft te maken dan elke kunstuiting of essay die Zit schrijft. Dat denk ik. Dus ik zie dat niet als iets gelijks. Het laat beter zien dat hij een slechte filosoof is... dan als hij zelf slechte dingen opschrijft. Nou ja, dat is, ik hoef hem geen slechte filosoof te maken... maar volgens mij laat ik iets meer zien... dan alleen maar die soort van een beetje warrige stukken. Ik laat volgens mij iets... Ik doe iets moois met hem. Ja, iets moois, zeg je. Maar daar wordt vernederd. Daar wordt tegen mensen hun wil ingegaan. Daar wordt een verkrachtende kunstenaar op een paard geest, iets moois, zeg je dan. Ben je dan niet gewoon bezig met hetzelfde wat je probeert te ontmaskeren? Ben je niet hetzelfde geworden? Ben je hoezo, niet verkeerd in wat, hoezo, je, ja? wat je beschrijft en wat je laat zien? Nee. Nee. Dus als je dit soort dingen laat zien, jullie hebben het over schoonheid. Je kan ook geweld en lelijkheid zien. Je kan vernedering zien. En is het niet zo dat het dat... een geweldspiraal op gang brengt die ook weer andere dingen... die polarisatie, mensen hier voor de deur, die woede... is het niet zo dat je je daarin begeeft in plaats van Ik zag gisteravond iets heel anders toen dat Wondercollectief weer was. Ik dacht... Maandag, ja. Maandag, sorry, wat een vervelende mensen en zo. Maar toen ik ze zag, voelde ik ontroering voor ze. En ik zag hun schreeuwen naar de balie. Wij willen... Joeri, kom naar buiten, onderteken onze petitie. Alsjeblieft, erken ons. En jij kwam maar niet. En zij stonden daar maar te roepen en te verlangen naar jou... Dat heb ik gefilmd achter ze staan met het logo van de balie daar. Alsof dat een soort verzaaier was waar ze aan de poort stonden. Maar natuurlijk dan in het kleine kikkerlandje. En ik heb daar ook weer ook iets moois en warms in kunnen ontdekken. Dus voor mij is het geen spiraal van lelijkheid en geweld. En ik zou ook wel heel graag met de Wonda's willen wonderen. Film willen maken. Willen wonderen, ja. Willen wonderen, ja. Oké, okay. Voor iemand anders was het wel echt een... Voor iemand anders was het wel een... Voor iemand anders Stefano was het... Keizers wil dat de film aangezet wordt. Ik heb nog... Voor iemand anders was het wel een spiraal van geweld. En als je die... Als je die...
als je die hele omgeving ziet waar je die eerste, waar je die film voor het eerst liet zien. Hè? Ik werd benaderd, benaderd ook wel eens mensen de balie. Ja. Ik werd benaderd door een man die mij vertelde, ik ben naar hem toegegaan, die mij vertelde hoe hij aan het eind van jullie première totaal mishandeld is. Helemaal in elkaar geslagen. Nadat hij door een lid van jullie collectief, Tarek, jammer dat hij niet meer is, meegenomen was achter in de donkerste hoek van de loods. Omdat hij zei dat hij misschien wel iets wilde kopen. Hij vond het eng worden achter in die loods. Hij liep met Tarek, waarom liep Tarek met hem naar de allerverste hoek? Hij deed een paar stappen naar buiten en hij werd door meerdere mensen in zijn rug aangevallen. Ik heb de foto's gezien van zijn mishandeling. Hij is totaal in elkaar geslagen, tegen zijn hoofd geschopt. Hij is bont en blauw geslagen. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie hiervan. Die aangifte is pagina's lang. Hij weet zeker dat hij enkele meters verwijderd was waar hij op laatste, waar hij wegstapte van Tarek. Dus Tarek stond erbij op zijn minst. Hij denkt eigenlijk dat hij met zijn drie mensen in de rug is aangevallen. En Tarek voorop. Dat was aan het eind van die avond met Anderweg, waar iemand op het paard gehesen wordt die beticht wordt van zeer ernstige mishandeling en verkrachting. Die film gaat over het vernederen gedeeltelijk van iemand die aan geweldsfantasieën denkt tegen vrouwen. Aan het eind van de avond gebeurt dat, aangifte. Ja. En bovendien, op zijn minst staat er iemand naast die een van de kunstwerken maakt die jullie als kunst zien, dus de films en de schilderijen. Is dit niet gewoon de geweldspiraal waar je helemaal niet in komt? Ben je niet gewoon verkeerd en geworden in wat je tracht te laten zien? Maar word ik nou beschuldigd van iemand in elkaar slaan? Nee, Tarek. Nou, ik heb Tarek dat nooit zien doen, dus ik weet niet waar dit over gaat. De aangifte heb ik ingezien. Ik heb deze man 2 uur lang gesproken. Hij heeft meerdere keren tijdens het gesprek in huilen uitgebarst. Hij is aan alle kanten bont en blauw geschopt en geslagen. Het is echt heel ernstig. Jij stelt hier nu dat Tarek iemand in elkaar heeft geslagen? Ik stel dat deze meneer aangifte heeft gedaan van het feit dat hij door meerdere mensen is mishandeld nadat hij enkele seconden nadat hij weggestapt is van Tarek. En Tarek daar dus op gezichtsafstand bij moest hebben staan, op zijn minst. Ja. Omdat hij geïnteresseerd was in de kunst van Tarek. Hij is in elkaar geslagen vanwege zijn interesse voor de kunst van Tarek. Ja. Ja, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen, want ik. Ik heb dat Tarek niet zien doen. Nee. Maar jullie zijn een kunstenaarscollectief, je organiseert iets, een unsafe space. Nou, dat kan je wel zeggen. Het was zo unsafe dat die man de bont en blauw van is. Zijn enkels zijn gekneusd, zijn armen ontveld, hij is tegen zijn hoofd geschopt. En godzijdank, zei hij, was er iemand die razende kerels van me aftrok, want anders hadden ze me tegen mijn hoofd geschopt en ik ben bang dat ik anders dood was geweest. Mm-hmm. Hij huilde meerdere keren toen hij dit vertelde. Is dat wat er gebeurt als je neerzet, dat je iemand een paard zet? Is dat zeg maar waar je heen gaat als je dit soort kunst Jij vraagt mij nu om een verband te leggen tussen iets. Vraag je om een verband te leggen tussen een happening. Nee, maar ik vind het echt een grote lariekoek dit. Joh. Waarom? Waarom is het lariekoek? Omdat stel, al was het waar, hè? Stel. Maar ik heb de aangifte hier. Maar nee, maar ik bedoel, die heb ik niet gelezen, dus had je me even van tevoren moeten laten zien. Als je echt wil dat ik erop reageer, want ik kan dat nu helemaal niet doen. Dus dit is, ik vind dit onder de gordel. Maar stel, al was het zo, dan nog, hoeft er helemaal geen. Dat gebeurt zo vaak op feestjes, in uitgaansgelegenheden. Mm-hmm. Waar niet jullie aan de andere weg op een paard is geweest. Dus ja, ik weet niet zo goed wat je wil dat ik hierop zeg. Nou, ik vraag me af of wat jullie onder andere zeggen, namelijk dat je het serieus neemt wat voor gewelddadige fantasieën deze filosoof heeft, dat je het serieus neemt wie Anderweg is, dat je dat met elkaar in verband brengt, dus dat je poert en anseneert en bedenkt en in elkaar zet en machineert rondom deze thema's. Wat overigens indrukwekkende thema's zijn. Ik bedoel, het zijn niet de eerste beste thema's, maar het gaat onder andere over vrouwelijke seksualiteit afgewezen worden, mannelijke gewelddadigheid. Het gaat over het man en vrouw en hun seks. Dat je, als je daar op die manier met toch een de indruk wekken dat er over deze soort van gevolgtrekkingen. Mm-hmm. Dus ik weet niet wat er die avond is gebeurd. Ik weet ook niet wie die man is. En ik weet helemaal niet. Dit komt nu een soort van rauw op mijn dak. Dan moet je daarop reageren. En dan wordt er verondersteld dat er een verband is tussen wat wij doen. Een causaal verband. En mm-hmm. wat die man is overkomen. Mm-hmm. Terwijl ik helemaal niet weet wat er aan de hand is met die man. En jij weet dan meer dan ik.
Ja. Dus hoe kan ik antwoord geven op die vraag? En daarom, in het geval van Julia en Anderweg, ga je daar een film over maken. Omdat je wil weten hoe dat werkt. Omdat mensen nu kennelijk denken in de vorm van... zo van, volgens... jij bent Pek, ik kan ermee bespeurd worden. Die man die beschuldigt Tariq, wij staan naast Tariq. Dus wij hebben het ook gedaan. Mm-hmm. Of zoiets. Het komt ook door wat wij doen. Nou, Tariq is deel van jullie collectief. Het is een avond waar zijn schilderijen getoond worden. En de film... Ja, maar jij presenteert het als een soort voldongen feit aan ons. Maar wij kunnen toch helemaal niet beoordelen wat dit is. Nou, nu? Ik vraag me alleen af of jullie niet bang zijn... naar aanleiding van dit incident en andere stukken van het gesprek... of je niet bang bent dat wat je serieus neemt... en de methodes die je daarop loslaat... of je daar niet iets mee losmaakt wat veel erger is... wat niet met schoonheid te maken heeft, maar met mishandeling. Nee, ik ben daar niet... Laat u echt op antwoorden. Denk je dat het bestaat? Dat is zijn eigen vrije keuze. We komen tot een afsluiting. Oké, niet in de maar ik ben niet in de verdediging, maar ik probeer gewoon na te denken. Kunnen we hier nog iets interessants aan bakken? Of is het gewoon een beetje een rotstreek van jullie? Ja. Ja, ik denk dat verband er niet is. Ik denk hoogstens dat je inderdaad, als je jezelf op een bepaalde manier profileert, dan trek je misschien ellende aan. Dat kan wel. En mm-hmm. wat jij misschien hebt gezien, zoals dat is gegaan met jouw vriend, jouw oude vriend Theo van Gogh. Ja. Ik denk dat wel iets is wat bestaat. Maar ik denk niet dat door kunst te maken over geweld... of over dingen die... over het kwaad, mm-hmm. dat je daarmee het kwaad oproept. Dat denk ik niet. Ik denk namelijk dat het precies het tegenovergestelde is. Ik denk dat als je het kwaad voortdurend wil negeren... wil wegpoetsen, niet wil onder ogen wil komen... dat is een fascistoïde neiging. En dat zie ik in de samenleving. En dat is denk ik ook het antwoord op die vraag... Fascisme niet bestrijden met burgerlijke moraal, maar bekijken. Bekijken voor wat het is. Serieus nemen. En filmen. Ja. En in plaats van smetvrees te hebben en je daar niet mee en ook af daarmee te geven. Dus dat fascisme in al zijn gradaties ook erkennen. Dus niet meteen van iemand die dit soort fantasie heeft zoals zit, doen alsof dat gaat leiden tot de tweede, weet je wel, wat er gebeurt dus in. Maar je hiermee uiteenzetten heeft misschien wel soms als gevolg dat je. Ellende, noemde jij het net, aantrekt of kwaad? Nee, je trekt mensen aan met afgunst. Je trekt iemand zoals Julian aan die wil dat jij hem misschien helpt. Verlost. Ja, verlost. Ja. En daarmee trek je weer mensen aan die daar heel erg kwaad op worden. Dus wij trekken in ons leven misschien wel ellende aan. Maar het is onze taak om daar kunst van te maken. Ja. Maar het is niet dat wij daarmee de hoeveelheid kwaad in de wereld groter maken. Nee, probeer die kleiner te maken. Ik denk dat het soms wel een bijeffect is, denk ik wel. Zeg maar ja, zegt iemand daar. Die wil ook graag naar de film.